Waar we het nu over gaan hebben is Physics Education Research, of in het Nederlands natuurkundig vakdidactisch onderzoek. Je moet je beseffen dat dat nog een relatief jong vakgebied is. De eerste hoogleraar die in dit vakgebied werd aangesteld, of het onderwijsonderzoek, dateert van eind jaren 70. Dus dat betekent dat daarvoor werd er niet systematisch onderzoek verricht naar hoe je natuurkunde het beste kunt overdragen. En inmiddels is het een bloeiend vakgebied. Afgelopen 40 jaar is er heel veel kennis uit voortgekomen, nog niet voor alle vakgebieden. Relativiteitstheorie bijvoorbeeld is nog relatief weinig onderzoek in gedaan. En kwantum voor de middelbare school, wat we nu op het VWO hebben, daar kan ook nog wel behoorlijk nog wat onderzoek bij. Maar over mechanica of elektriciteitsleer, daar is veel meer over gedaan. Al dat onderzoek is redelijk samengevat in het boekje dat je hebt moeten aanschaffen voor vakdidactiek. 5 Easy Lessons van Knight. Als je dat nog niet hebt gedaan, alsjeblieft schaf het snel aan. En een ander groot gedeelte van die kennis van de afgelopen 40 jaar is naar je toegekomen via de mail, via FileMail. Je kunt die bestanden nu nog downloaden, die 10 gigabyte. Dus doe dat snel en anders geef het even aan mij aan als dat niet gelukt is. Kunst is nu om al die kennis ook te vertalen naar effectief lesmateriaal. Hoe we leerlingen beter kunnen doseren. En dat is een behoorlijke uitdaging. Want als je weet dat er iets mis is, wil nog niet zeggen dat je weet hoe je het moet oplossen. Een beetje laaghangend fruit wat onderzoek betreft was het misconceptieonderzoek. Onderzoek naar denkbeelden van leerlingen. Luister naar leerlingen, schrijf op wat ze voor rare dingen zeggen. En voor energie is dat ook gebeurd. Dit is een aantal denkbeelden. Dus dat energie niets te maken zou hebben met de wetten van Newton. Of dat energie en kracht, dat gewoon hetzelfde is. Leerlingen gebruiken dat ook vaak door elkaar. Dat energie op kan raken. Nou, vanuit leerlingperspectief is niet zo'n rare gedachte misschien. Dat zwaarte-energie de enige vorm van potentiële energie is. Voorwerp dat niet beweegt kan geen energie hebben. Nog zo'n gedachte. En zo zijn er meer. Druk maar op pauze als je er meer wil bekijken. En wat ik jullie nu wil laten zien is een aantal voorbeelden van verschillende bronnen van research-based lesmateriaal. Dus er is kennis uit onderzoek. En hoe ga je daar nu effectief op inspelen? Een van de eerste hoogleraar, Arnold Arons, die heeft in Washington een onderzoeksgroep gestart. De Physics Education Research Group daar. En een van zijn leerlingen, Lillian McDermott, is een van de schrijvers van Tutorials in Introductory Physics. Daarvan ga je zo een vertaalde versie door mij doen. En er wordt gekeken naar twee alternatieve denkbeelden. En daar wordt op geanticipeerd, dus niet genegeerd, niet erkend. Anticiperen, namelijk energie heeft niets te maken met de wetten van Newton en dat energie en kracht hetzelfde zouden zijn. Opfrissing van kennis, arbeid, dat is dus een manier om energie een systeem in te pompen of eruit te halen bij negatieve arbeid. Dus neem een bal die je een trap geeft, dan is er een kracht van de voet op de bal. Dat betekent dat de bewegingsenergie van de bal omhoog gaat. Dan verricht je dus arbeid met jouw voet op de bal. Als je het wil uitrekenen, dan heb je een kracht nodig en een afstand. En die afstand is misschien een beetje raar. Je zou er misschien tijd voor verwachten. Maar hoe lang die kracht uitgeoefend wordt, dat kan ook afstand betekenen. Twee voorbeelden. Denk aan een sleeppush bij hockey. Hoe langer het contact is tussen de bal en de stick, hoe meer bewegingsenergie die zou krijgen. Dus hoe langer betekent ook afstand in dit geval. Als je een bob geduwd wordt over een langere aanloop, dan hoe langer die aanloop zal zijn, hoe groter de kinetische energie van de bob bij de start. Wij gaan kijken naar de opgavebundel die je hebt gekregen. Anders kun je die via een link in het formulier zelf nog printen. En hier zie je een hand. En die hand die oefent een constante kracht uit op een blok. En voor het gemak hebben we de wrijving uitgeschakeld. Dus dat betekent dat het blok wrijvingsloos kan bewegen over die tafel. En die kracht die hand uitoefent is constant. Er komt straks nog een tweede hand bij die een kracht in de tegenovergestelde richting zal bewegen. En daarover gaat de volgende opgave. Je gaat zelf opgave 3 maken. Die zal ook straks uitgewerkt worden in het volgende filmpje. Maar probeer hem eerst zelf te maken. Dat zijn 4 krachtendiagrammen. Succes!